Ik kom nog steeds meerdere dagen per week en dan meerdere uren per dag op visite bij mevrouw B. Mevrouw B is 90 inmiddels, bijna 91, en ze kan niet alles meer zelf, dus ik ga daarheen als officieel mantelzorgondersteuner. Nou, inmiddels doe ik dat ruim 2 jaar, dus we kennen elkaar behoorlijk goed en we hebben het altijd goed samen. Ik merk wel wat verschuivingen in die 2 jaar, dus ze gaat meer en meer aan mij overlaten. En of dat nou is uit een vertrouwen wat ze in mij heeft opgebouwd, of dat het de leeftijd is, of dat het een beetje gemakzucht is, een beetje luiheid. Maakt ook niet uit, als je 90 bent, moet je gewoon geen dingen meer doen waar je geen zin in hebt. Dan moet je anderen op laten knappen, want die zijn ervoor. Goed, dat. Van de andere kant wil ik toch wel dat ze af en toe iets doet, en dat is dan niet om te betuttelen, maar als ze iets om handen heeft, daar blijft ze een beetje fit van. Snap je, lichamelijk en geestelijk. Dus dat vind ik dan toch ook wel weer belangrijk. Dus daar is dan de kwestie van het wasgoed. Zij vouwt altijd het wasgoed op, maar dat had ze een beetje laten versloffen de laatste tijd. Dus ik zei verleden week, mevrouw B, de stapel wordt wel hoog. Ja, ja, ik kijk van de week wel even, ik heb nou geen tijd. Ze had gewoon helemaal geen zin erin natuurlijk. Nou, neem ik het niet kwalijk, zou ik ook niet hebben. Maar ja, als die stapel op een gegeven moment klem tegen het plafond komt te staan, dan wordt het toch wel tijd voor actie. Dus ik zei, zal ik het anders even opvouwen? Nou, dat was een hele onverstandige opmerking, want ik had daar geen verstand van. Ik wist niet hoe dat moest en dat kon ik toch niet. Oké, dan hoor je daar dus een doorklinken van kerels zijn leuk om erbij te hebben in huis voor de gezelligheid. Maar als het puntje bij paaltje komt, heb je er weinig aan. Nou, oké, goed dan. Maar ja, wat ik zeg, de stapel werd hoger en hoger. En toen kreeg ik een briljante idee, dacht ik. Ik zei, weet u wat we doen, mevrouw B? Ik ga het wasgoed opvouwen, maar u zit erbij en u vertelt mij hoe ik het doen moet. U legt het mij uit. Nou, dat leek er wel wat, want commanderen gaat er van nature vrij goed af. Dus zo gingen we het doen. En ik weet je wat, ik speel het op safe en ik begin met zo'n klein lullig handdoekje. Dat is niet zo moeilijk, kan je geen buil aanvallen. Hoeveel manieren zijn er om een klein lullig handdoekje op te vouwen, hè, nietwaar? Nou, dat valt nog behoorlijk tegen, kan ik je zeggen. Want bij de eerste vouwbeweging was het al, nee, laat maar, ik doe het zelf wel. Dus nou doet ze het toch weer zelf, ja. En wat betreft de manieren die je kunt inzetten om een handdoekje op te vouwen. Nou, ze was heel creatief. Er kwam een soort creatieve vormgevingstoestand uit. Een soort linnen origami. Ik kan ook niet hopen dat ik ooit ondergoed of handdoeken op kan vouwen op die artistieke manier. Dus dat is voortaan weer bij haar. Moeten we zorgen dat zij dat blijft doen. Ja. Nou, verder, ik zeg, we hebben het heel erg goed. En waar ik een klein beetje aan begin te wennen nou, is dat ze regelmatig zegt hoe ontzettend knap ik ben. En weet jouw vriendin wel, Peter, hoe knap jij bent? En zegt ze wel vaak genoeg hoe lief je wel niet bent? He? En dan antwoord ik meestal, of woorden van gelijke strekking. Maar dan zegt ze, nou, als ze het niet vaak genoeg zegt, geef de telefoonnummer maar. Dan zal ik wel eens even zeggen dat ze het moet zeggen. Ja. Dus dat vermeld ik altijd wel tegen mijn vriendin. Dan heb ik in de relatie ook nog een beetje leverage of zo. Maar van de week had ze daar een variant op, toen waren het mijn ogen. Ik ben namelijk ontzettend knap, dat je het weet. En het zijn vooral ik heb fantastische ogen namelijk. En dan probeer ik nog een beetje de druk wat te verlichten. Door te zeggen, heeft u nog voorkeur voor 1 oog? Of is dit oog mooier dan dat? Of wat dan ook. Nee, ik heb heel mooie ogen voor vrouwen van mijn leeftijd. En die vrouwen moeten dat weten ook. Dus dan moet je ze echt wel vertellen. Ik krijg een opdracht dus. Om een vrouwen van mijn leeftijd te laten weten hoe ontzettend knap ik wel niet ben. En hoe geweldige ogen ik wel niet heb. Ja, wat moet je dan doen als dat gezegd wordt? Dus ik geef het toch maar even door nu. Dat ik heel knap ben en dat mijn ogen heel aantrekkelijk zijn voor vrouwen van mijn leeftijd. Ik wil er dan wel soepel in zijn. Dat is wat mij betreft ook voor jongere vrouwen geen probleem. Ja, dus ik heb het nu gezegd. Dus kijk maar wat je ermee doet.